Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ja, we staan nog altijd op camperplaats Jachthaven Maanemoende, maar we gaan dadelijk vertrekken. We hebben ontbijtje net zoals in Balgooi. Lekker. Alleen ik heb dit keer bananen speldpannenkoekjes gemaakt. Ja, nu we nog wat aardbeidjes en wat banaan. En ik heb van thuis hebben we de karamel crushshows meegenomen van de Stiviala zonder suiker. Dat is dus ook wel lekker. Even wat anders. Heb je goed geslapen? Hoezo zie je dit? Ja, je hebt een beetje wilde haren. Ja, daar lekker douchen. En dan... Dan gaan we op pad. Maar we gaan niet meteen naar huis. Nee, we gaan ergens gewoon... We hebben nog even een afspraak. Ja, we hebben nog een afspraak. We nemen jullie gewoon mee naar de afspraak, jongens. Moet kunnen voor een keer. We gaan... Nog even koffie drinken. Wild doen. Wild staan. Nog even koffie drinken. Koffie drinken, lunchen. Gezelligheid met folders, jongens. Superleuk. Ha, kom, anders wordt er kite. Smakelijk. Dank je. Ik heb geen aanvullende eten. Waarvan? Ja, ik wil die handdoek altijd over de schouder hebben. Weet je niet? Ik vind dat grappig uitzien. Alleen om grappig uit te zien. Weet je, ook zo grapjas. Jongens, kijk, we hebben nog de oude toemeltjes aan. Die nieuwe zitten nog mooi in de verpakking. Dus voor het volgende reisje. We gaan ze eerst uitwassen. Ja, daarom. Even lekker onze eigen geur eraan geven. Want anders heb je zo'n... Muffenwinkelgeur. Dat vinden we niet lekker. Dus daarom nog even deze keer de laatste badjassen. Dus geniet even van deze mooie kleurtjes. En dan gooien we ze de... We kunnen hem twee keer omwikkelen allebei, hè? Veel meer. Die gaan thuis lekker in de was. En dan gaan ze fijn op ons Vinted account. In ons tweede winkelhuisje. Wat wil je? Een winkelmandje? Ja, dat wou ik zeggen, maar dat klopt in ons tweede kanswinkeltje. En dan gooien we dat op. Ja, voor de liefhebber, toch? Nou. Zeg, naar buiten. Ja. Oh, de mensen worden nog helemaal misselijk van het gedraai. Ga jij maar de eerste. Douche. Pak je de sleutel? Yes, my dear. Heb je alles? Ik heb alles shampoo. In mijn tasje zitten. Heb je shampoo? Ja, shampoo, douche. Hoe noem je het? Jouw pluisje voeten wassen. Oh, mijn puff. Je puff, ik mijn kwam puff. Niet op het woord. Kijk jongens, iedereen is al wakker. Bootjes worden al gepoetst. Goedemorgen. Goedemorgen. Oeh, wat een... Nou, deurtje dicht. Hoppakee. Kijk, fris en fruitig. Ja, het begint heel lichtjes te regenen. Heb je het gehad? Het regent heel lichtjes. Het is niet van je haren die nog nat zijn. Nee, daar was ik heel van denken. Maar we moeten hier een keertje in de zomer terugkomen. Want ik denk dat het hier met het terras en zo, dat het echt wel gezellig is. Ja, kijk, en mooi fietsen dan. En mooi fietsen denk ik in de omgeving. Ja, het begint wat te miseren. En dan nemen we ook de hengeltjes mee. Ja. Want als je hier toch je stoeltje uitzet, Joy. Dan zit je super. Baarsjes, vorentjes, brasem. Misschien vang je hier ook nog wel een snoekie. Nee. Er zit vis, want er zitten ook meerkoetjes. Ja. Mooi met die reflectie. Ja. Zo, Joy is alweer de stroomkabel op aan het ruimen. Even checken, raampje dicht, raampje dicht, raampje dicht. Dakluikje dicht, Max van uit. Stroom is al omgezet. Ik zeg, we kunnen richting Kerkdriel. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Even lekker nog een tussendoorpje. En natuurlijk jongens, ja, we komen langs de Utrecht weer, de lucht. Oh, begint weer te regenen. We komen langs de lucht, dus dat betekent koffie. Dus wat hebben we gedaan? We hebben onze vaste koffiebekers al klaarstaan. Want dan kunnen we lekker daar een kopje koffie drinken. En dan gaan we door. Leuk. Het is toch wel lekker om met die camper op pad te zijn hoor. Verkinders was lekker, maar dit is toch meer ons ding. Wat is dat dan? Kom eens hier. Ja. Kijk jongens, we hebben bezoek. Visite. Hey. Heerlijk hè? Zo vertrouwd, lekker in de camper. Ja, lekker een soepje maken. En jongens, daar is die weer. De koffie. Ja, maar even de percolator. Ja. We hebben genoeg. Kijk, zo, hier staat de koffie. Die hadden we nog in Elburg. De Hanze koffie gaan we maken. Met smaken van butterscotch, hazelnoot en chocolade. Nou, zal ik wat in het... Ja, doe dat maar even. Moet ik je even helpen?
En we staan op een leuk plekje trouwens, hè? Ja, we zetten de Park for Night. Ja, we staan op een Park for Night plekje. En als je kijkt uit het raampje, ja, zie je dat we aan de zandmeren staan. Of zullen we dat doen? Ja? Stop er maar in. Zo, we lopen te beginnen. Dat is genoeg. En dan zetten we jullie erop. Even voelen. Met één hand dingen doen is toch altijd lastiger. Maar weet je wat het fijn is van die GoPro? Die heeft pootjes. Dus jongens, ik ga jullie even neerzetten. Zo staat die dicht. Die dicht. Ja, zo kun je hem optillen. En dan druk je op de knop. Ideaal. Je hoeft alleen maar te wachten. Ja. Nou, dat ging hè. Lekker lunch. Heerlijk lunch. Maar alles is alweer opgeruimd. Ja, koffie gedronken. Wacht, ga even alles nalopen. Kijk jongens, we stonden dus hier. Of ja, we staan nog steeds hier. Hoe heet het nou hier, Joy? Zandmeren. De Zandmeren. De Zandmeren in Kerkdriel. Hartstikke leuk als je een keer wilt stoppen. Is ook een leuke zandplek waar je kunt beachvolleyballen of voetballen. Je kunt hier zwemmen. Er staan leuke tafeltjes waar je kunt zitten. Mooi wandelen ook. Er wordt mooi wandelen en fietsen. Want hier lag vroeger een camperplaats, maar die hebben ze dus opgedoekt. Die is niet meer. Tanja en Jokke waren toevallig hier geweest. Tanja en Jokke waren dus al hier geweest een keer. Zei, oh ja, helemaal niet bij stilgestaan. Dus hoe leuk. Ja, heel erg leuk. Nou, we gaan door. Ja. De lunch was lekker. Lekker alles soepje. Opgeruimd. En dan is het weer tijd om verder te rijden naar tijd huis. Om door te gaan. Ja, wie weet wat we nog allemaal tegenkomen. Ja, je weet en het of nooit. We überhaupt thuis komen. Hè? Ja, want er schijnt een of andere wielerwedstrijd weer bij ons in het zuiden te zijn. Oh. We zullen het zien. Hè? Dus met dit mooie uitzicht doen wij de deur dicht. Superleuk hè, om dat te doen. Hè? Ja, heel erg leuk. Gewoon eventjes, zullen we gaan meeten? Ja, natuurlijk. Allebei zo. Je bent allebei flexibel met een camper. Hè? Ja, dus zo leuk. Dat is toch top? Ja. Dat is toch helemaal goed? Heel leuk. Nou, start de motor. Start the engine. Wil jij de naffie even? Naar huis. Naar huis. De route wordt berekend. Oh, je moet toch die kant op. Ja, alright. Je hebt het dingetje dichtgemaakt, hè? Wat, hè? Het kastje op de badkamer, hè? Moet je wel even die zalf laten zien? Wacht maar even, ik ga wel even controleren. Kijk jij even naar het kastje op de badkamer? Ja. Ja, zie je? Maar dat is meestal, want als ik het kastje open doe, dan doe ik hem automatisme weer dicht. Ja. En dan toch, als je dan weggaat, dan denk je, is die dicht? Dan twijfel je. Maar goed, hij is dicht. Nou, daar gaan we dan. Op naar het zuiden. Thuis. Even de fietsen. Snap waarom, ja, ik wou zeggen, want de fietsen moeten er nog vanaf. Ja, kijk. De fietsen staan er nog op. Zeg jongens, en we hebben trouwens nog wat nieuws. Kijk, ja, ons kenteken is natuurlijk allemaal bij jullie bekend, hè? Maar we hadden wat nieuws. Want we kregen laatste opmerking. Ja, maar jullie camper is helemaal niet bekend en je ziet niet dat jullie het zijn. Nee jongens, dat klopt. Dat doen we ook bewust. Als je een beetje nadenkt, snap je misschien waarom. We hebben natuurlijk wel een stickertje aan de zijkant. Maar die platen, Joy, die hebben we ook weggehaald, hè? Die magneetplaten. Ja, maar die hebben we er niet meer op. Nee, die hebben we er niet meer op. Ja, past gewoon niet meer. We hadden zoiets van, dat doen we niet. Dus we hebben dat onderaan het, hoe noem je dat? Kentekenplaathouder. Ja, leuk woord voor Scrabble. Dus, fietsjes straf naar binnen. En dan gaan we lekker wat koken. Het was wel heerlijk met die lunch, hè? Ja, het was zalig. Zalig. Maar kijk eens wat voor weer het hier is. Le soleil. Heerlijk, het zonnetje schijnt. Zo lukt het niet, hè? Moet ik je even helpen? Ik zet de mensen wel even uit. Zo, het kratje is leeg. Sorry. Ja, nog even de flessen water nog opruimen. Ja, doen we zo. Zeg jongens, wij zijn lekker thuis. We gaan ons klaarmaken voor een weekje werken. Ja. En dan weer een weekje werken. En dan gaan en dan we een weekendje weer weg. Heel eventjes weg met de camper. Ja, ja, ja. Omdat het kan. Hè? Omdat het kan, zeker. De balans is belangrijk. Hè? Ja, balans tussen werk en vrije tijd. Zeg, leuk dat jullie erbij waren, ook bij deze vlog. Hij is wat korter dan normaal. Maar dan mag de pret niet drukken, toch?
Nee, denk het ook niet. Dat dacht ik. En dan zeggen we tot bij de volgende vlog, jongens. Doei!